Toch een aantal verrassingen gezien vandaag hier ook bij de halve finales. Voor de nummer 5 weg, we gaan naar de tweede halve finale in de superklasse van 10, 11 jaar. En dat is Merijn van dit samen hier met de tijdrijder. Dat is van nu. En zo van der zijde denk ik hier ook goed mee gaat. We nemen daar nog iemand mee, dat is Richard van der Lippen. Namens FC Milan. Maar vooraan is het nog steeds Merijn van dit. Dan krijgen we dus van der zijde. Dan krijgen we namens de Wijnijs Wiersma. En op de vierde plek, daar is het nog heel spannend tussen de thuisrijder. Gaat hij hier nog een aantal plaatsen op de vierde plek? Wim van Bokkel doet er alles aan. Maar ik denk dat we er een winter mee gaan nemen. Milan in de superklasse.